10 minuten vertraging. Vlaams Verkeerscentrum meldt op de ring Antwerpen in de richting 2 file van Antwerpenhaven naar Lillo. Op de ring 4, dat is de ring rond Gent, linkerkanaaloever in de richting Gent. Hou rekening met vertraging ter hoogte van Evergem. En nog steeds die melding van de Nederlandse spoorwegen over Roosendaal-Essen. Dat is vlak over de grens in België. Hou de rekening nog met vertraging. De kapotte trein die er stond, die is weggehaald. Maar de dienstregeling is nu nog een beetje gehinderd. Bij Alping hebben we nu duurzame deals op onze bedden. Die maken we in Nederland van oersterke, recyclebare materialen. Daarom zijn de duurzame deals van Alping niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Kom langs in een van onze winkels of in onze webshop. Alpine, met liefde. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blij. Maak ook je buurt blij. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. All in Family Resort Preston Palace. Plezier voor het hele gezin. Nu in de showroom, de nieuwe Toyota Aygo Cross. Je perfecte maatje voor in de stad. Je rijdt hem al vanaf €15.995, inclusief 10 jaar garantie. Kijk voor de voorwaarden op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Kijk voor de mooiste all-in deals op PrestonPalace.nl. All in genieten. Als we ouder worden, bewegen we minder en zitten we meer dan vroeger. Bewegen is belangrijk, maar een goede zithouding is ook belangrijk. Daarom ben ik blij dat Prominent, dankzij 43 mobiele showrooms, thuiswinkelen mogelijk maakt voor iedereen. En met gratis advies en opmeten weet u zeker dat u goed zit. Wilt u ook heerlijk thuiswinkelen? Maak dan een afspraak of vraag het gratis inspiratiemagazine aan op prominent.nu. Boerderij of buitenhuis verkopen? Bel familiebedrijf Ronald Volle Makelaars. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. De Zwinstreek heeft nieuwe gastheren, schuilenstreep gastvrouwen. En die weten wat je allemaal kunt gaan doen op mooie plekjes in de streek. Goedemorgen, verder in het nieuws. Het nieuwe gemeentebestuur van Tholen wil extra huizen bouwen en experimenteren met kleinere woonvormen. De Mariakapel in Aksel is hersteld, was broodnodig. En weer een ronde voor de textielrace, dit keer onder meer op de Bevelanden. Na 8:30 ben ik met een school in Capelle. En het weer, wolkenvelden met lokaal lichte regen, geleidelijk meer opklaringen. En met een zwak tot matige wind uit verschillende richtingen wordt het 22 tot 25 graden. Ja, niet heel veel regen in de verwachting en dat zorgt ook voor problemen bij dieren. Daar gaan we het straks ook nog over hebben met boswachter Paul Begijn. Maar eerst naar de Zwinstreek, dat is dus de regio Sluis, maar ook een stukje over de grens in België. 25 ondernemers in die Zwinstreek die zijn nu benoemd tot gastheer in hun regio. Maar wat gaan ze dan doen? Maar eens even vragen aan Ilse de Smit, die er alles over weet. Ilse, goedemorgen. Ja, het gaat natuurlijk om informatie delen, maar waarover dan? Ze zijn in vier cursusdagen zijn ze geïnformeerd over de ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreek, wat is gastvrijheid, een stukje cultuurhistorie en ook over de streekproducten. Dus zij weten eigenlijk net die leuke dingen die je misschien niet in een folder ziet of op een website ziet staan. De bedoeling is dat ze zo dus de gastbeleving vergroten, omdat je vanuit de eerste hand is de informatie toch authentieker en persoonlijker. Dus dat is de insteek. Ja, in het buitenland hoor je dan ask the locals, hè? Vraag de lokalen. Is dat precies juist ook de bedoeling? Het zijn natuurlijk gewoon lokale ondernemers, actief in de recreatieve toeristische sector. Dus als je daar overnacht of je bezoekt een attractie of je gaat daar een hapje eten, dan kun je wat extra informatie vragen aan die gastheer of gastvrouw. Maar misschien een beetje gek hoor, als je voorheen naar de camping ging en vroeg van goh, is er nog een leuk museum in de buurt? Ja hoor, daar en daar. Dat was dan toch ook al toeristische informatie? Zeker, alleen die is dan vaak wat meer basic en zij zijn net even wat dieper in de streek gedoken, dus weten net eventjes iets meer dan de gemiddelde. Juist dat ene dingetje waar je echt naartoe moet en dat bijna niemand kent.
Ja, juist. Zeg ik dan maar even. Ja, klopt. Ja. En we hebben hen ook gestimuleerd om dus iedere keer, elke cursist moest ook zijn eigen bijzondere plekje aandragen of zijn eigen bijzondere steekproduct. En ondanks dat ik hier al heel mijn leven woon, heb ik ook hele verrassende dingen nog gehoord. Oh. Dus in die zin is het, het is een verrijking voor de mensen die de cursus hebben gevolgd en uiteindelijk ook weer voor de gasten. Nou, dan vraag ik aan Ilse de Smit, kom erop met dat ene plekje waarvan jij denkt van, oh, dat zou iedereen eens moeten zien.